Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van Weerplaza. We zien nog steeds wat wolkenvelden op de satellietfoto, maar voorzichtig slaan er ook wat gaten in het wolkendek. En dat betekent dat er hier en daar wat opklaringen voorkomen. Vanochtend dus soms eventjes de zon, maar toch nog steeds vaak hardnekkige wolkenvelden. Het is wel op de meeste plaatsen droog. En in de ochtend liggen de temperaturen rond 13 graden. Vanmiddag loopt het kwik op naar een graad of 17. Het klaart iets meer op in het zuiden van het land, met de wolkenvelden nog steeds in het oosten. Maar er geldt nog altijd dat het meest droog blijft. Vanavond ook weer wat opklaringen hier en daar. Maar op zich nog steeds weinig verandering. Temperaturen liggen dan rond 14 graden. Maar de wind begint voorzichtig door de noordhoek heen te slaan. Morgen een Noordoostenwind en van het Noordoosten uitbreekt de zon steeds vaker door. Temperaturen lopen dan ook hoger op. Het wordt morgen een graad of 20 en 20 of 21 graden, dat is ook de temperatuur voor de dagen daarna. Vrijdag volop zon, zaterdag en zondag misschien iets meer bewolking, maar het blijft nog altijd op de meeste plaatsen droog en de zon Eist een groot aandeel op in het weerbeeld. De wind eh, waait uit het oosten tot noordoosten, is meest matig en als gezegd temperaturen boven de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl